Ja, goedemiddag, dames en heren. Welkom hier op de webinar, de masterclass over het boek Coronashock. Ik hoop dat iedereen geniet van een goede klank en van goede klimatologische omstandigheden op deze tropische namiddag. Wat is de opzet vandaag? Wel, ik ga uit het boek dat recent is verschenen, dat u misschien al ergens zien passeren heeft, met een zeer angstjagende cover. Ga ik eigenlijk twee thema's behandelen. Ik ga daar telkens ongeveer 10 minuten aan besteden. En u kan aan de rechterkant van uw scherm kan u wellicht vragen noteren. Ik kan dat dan ook zien. En dus ik doe eerst een klein beetje uiteenzetting en dan kan ik waarschijnlijk als uw vragen mij bereiken af en toe inpikken op wat u wil melden. En dan kunnen we hopelijk daar ook een goed verhaal van proberen te brengen. Hè. Dus twee thema's komen aan bod, telkens ongeveer 10, misschien 15 minuten. En dus ja, ik denk dat we ongeveer een half uurtje, 3 kwartier maximaal gaan bezig zijn met dit verhaal. Het eerste punt is de impact van het coronavirus op ons denken over globalisering. Omdat natuurlijk met de mondmaskersaga plotseling iedereen erkent, we zijn enorm afhankelijk van het zeer verre buitenland. Als het gaat over cruciale beschermende materialen. En je hoort dan ook de stelling: die globalisering is te ver doorgedreven geweest. We moeten terug nadenken over productie in het eigen land of op het Europese continent, als het dan gaat over dingen zoals mondmaskers. En dat is natuurlijk ergens een beetje logisch, maar als we even goed inzoomen op wat er echt is gebeurd, is de mondmaskersaga, naar mijn aanvoelen, niet echt een uiting van het falen van de globalisering, maar eigenlijk gewoonweg een klassiek capaciteitsprobleem. Wat is er namelijk gebeurd de afgelopen decennia? De productie van mondmaskers is effectief verschoven naar China en India en Turkije. En dus ginder heb je grote bedrijven zien investeren in productiecapaciteit, natuurlijk altijd in functie van de historische vraag. Dat betekent dus, je hebt een inschatting van je marktvraag en je gaat dan ook je capaciteit erop allokeren. Met een vrij goede benutting van die capaciteit. Anders kan je natuurlijk weinig rendabel gaan produceren. Dus laat ons zeggen dat die capaciteit meestal wordt gebruikt voor pakweg 80%, eventueel 90%. En dus bij normale omstandigheden kan je zo vrij goed die markt gaan bedienen. Wat is er nu gebeurd in de maand maart? Collectieve paniekaankopen van mondmaskers. Grote landen plaatsen bestellingen van letterlijk tientallen miljoenen tegelijkertijd. Dus de vraag naar mondmaskers is verveelvoudigd met een factor 100, 500 of misschien meer. Niemand weet dat eigenlijk. En natuurlijk kan het aanbod nooit volgen. Je kan niet plotseling een dubbele productie gaan realiseren in een proces dat eigenlijk al vol continu op 80% aan het draaien is. Dus je hebt een klassieke barrière wat betreft toename van het aanbod. En daarom hebben natuurlijk alle landen al lang strategische reserves voor cruciale componenten zoals mondmaskers, maar ook ander beschermend materiaal. En u weet waarschijnlijk ook dat België die voorraden had. Een deel daarvan is jammer genoeg beschimmeld geraakt in de afgelopen jaren, is vernietigd, maar is niet vervangen geweest, wat natuurlijk een groot probleem is wat betreft beschikbaarheid, hè. Dan, dus als je dan zegt van oké, dit probleem erkennen we. En we gaan een oplossing zoeken, gaan produceren in België of in Europa. U mag dat gerust gaan doen, maar niet vergeten, als je ook in Europa die fabrieken zou gehad hebben, hè, mocht die dus niet zijn geoutsourced naar de rest van de wereld, ja, dan zouden ook die bedrijven een capaciteit hebben in functie van de normale marktverwachtingen. Als de vraag maal 100, maar maal 500 gaat, ook dan natuurlijk kan je niet die vraag volgen met die beperkte capaciteit, hè. Dus twee oplossingen daarvoor: strategische reserves, dat weten we eigenlijk al zeer lang. Of je kan ook natuurlijk gebruik maken van flexibele productietechnologieën die in vele sectoren worden gebruikt, waardoor je bijvoorbeeld vanuit de productie van textielen kan tijdelijk overschakelen naar de productie van mondmaskers, vanuit de productie van papierproducten overschakelen naar de productie van mondmaskers en natuurlijk vanuit de productie van sanitaire materialen kan je ook eigenlijk tegen vlot, maar toch ook wel op termijn overschakelen naar de productie van mondmaskers. Wat gebeurt er nu in de industrie 4.0-omgeving? We zien het opduiken van zeer flexibele productieprocessen in alle mogelijke sectoren.
die zijn enorm performant. Die kloppen alle marktverwachtingen van pakweg 10 jaar terug. En het beste voorbeeld is wat nu gebeurt in de textielsector, waar de allermodernste shoebots, dat zijn dus robottechnologieën die enorm flexibel zijn, je ook kunnen perfect hemden maken. En dus de Internationale Arbeidsorganisatie heeft 4 jaar terug al gewaarschuwd voor massaal jobverlies in de Aziatische textielsector als gevolg van die zeer flexibele productietechnologieën. Wat zien we ook gebeuren wat betreft het gedrag van Europese textielbedrijven? Die gaan minder investeren in Azië, trekken productie terug naar Europa, gaan die shoebots gewoonweg installeren in Europa. En je bent dan veel minder afhankelijk van natuurlijk het loonkostenverschil, omdat de loonkost eigenlijk, kan niet zeggen marginaal wordt, maar is eigenlijk niet belangrijk meer in je investeringsbeslissing. Dus dat soort technologie bestaat al, is in een paar sectoren echt volop aan het doorsijpelen, komt ook in andere sectoren aan de deur kloppen. En dus je kan verwachten dat dit soort technologie de komende 10, 20 jaar bij wijze van spreken standaard zou kunnen worden in heel wat belangrijke sectoren. Dat betekent dan dat je bij zo'n flexibele technologie op een knop moet duwen en dan gaat de productie van pakweg een hemd of een broek of iets anders kunnen veranderen op 1 seconde tijd naar de productie van een schort of een ander product dat ergens ook in medische applicaties kan worden gebruikt. Dus goed nadenken over hoe we kunnen flexibel productiekapitaal optimaal gebruiken op termijn is zeker en vast een optie. En ik denk ook dat de Europese Commissie die boodschap min of meer begrepen heeft, want Europa wil beter die afhankelijkheid van de zeer anonieme supply chain in kaart gaan brengen, om ook meer weerbaarheid op termijn te kunnen etaleren in geval van nood. Dus dat is denk ik een heel belangrijk element. Natuurlijk, de globalisering op zich, die moet natuurlijk altijd, vind ik, met de nodige argusogen worden bekeken, omdat er daar zaken in gebeuren die misschien aan onze aandacht ontsnappen. We hebben enorm lang hard de focus gelegd op kostenminimalisatie. Daar genieten we als consument natuurlijk de baten van. Daar gaan we niet over klagen. Maar natuurlijk, je moet ook kijken naar risicominimalisatie. En wat hebben we terug vastgesteld in de maand maart? Plotseling zijn zeer veel Europese, maar ook Amerikaanse bedrijven zonder onderdelen gevallen. Bij wijze van verrassing. Hoe kwam dat? Wel, toen quarantainemaatregelen in de provincie Hubei, in Zuid-Korea, maar ook in Italië. Met als gevolg dat, als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven wereldwijd, 12.000 van hun leveranciers konden door die quarantainemaatregelen niet normaal leveren of konden helemaal niet leveren. Dus je hebt enorm veel economische vertragingen gehad als gevolg van het feit dat die quarantainemaatregelen als een grote verrassing kwamen natuurlijk, en dat die afhankelijkheid die er was niet door alle bedrijven echt ingeschat kon worden. Men werd bij verrassing genomen, plotseling had je geen onderdelen en moest je je werknemers, zoals in België, ook in technische werkloosheid gaan plaatsen. Dit is overal gebeurd, niet alleen in België, en is toch wel ergens een kleine verrassing, omdat dit is nogal gebeurd. Denk aan de grote Fukushima-ramp. Toen is ook onder andere een deel van de Europese auto-industrie onverwacht zonder onderdelen gevallen. Ik weet dat een paar autobedrijven bepaalde lakkleuren niet meer konden aanbieden als gevolg van de Fukushima-rampen. En dat dus moest gans hun kleurzetting veranderd worden op zeer korte termijn. Als gevolg van de Fukushima-ramp hebben heel wat grote bedrijven hun eigen supply chain in detail in kaart gebracht. Met als doel de cruciale componenten altijd te kunnen voorzien van een backup om te voorkomen dat je dus plotseling zonder onderdelen zou vallen mocht ergens een aardbeving, een staatsgreep, een pandemie, noem maar op, aan de orde zijn. Natuurlijk, dat is gemakkelijk om te zeggen dat alle bedrijven dit soort inspanning zouden moeten doen. Grote bedrijven hebben daarvoor wel de skills en de expertise. Een kleine KMO heeft vele andere dingen te doen. Dus dan moeten we wel, laten we zeggen, een klein beetje overlaten aan het bedrijf zelf. Je kan het denk ik moeilijk gaan verplichten. Dat zou denk ik een beetje te veel gevraagd zijn. Wel moeten we natuurlijk ook eens kijken op het sectorniveau, hoe die globalisering bepaalde risico's heeft doen evolueren. En we kunnen dus over veel sectoren gaan praten, ik ga dat niet doen. Maar wat er me toch wel is bijgebleven, is een oefening van een paar economen van de Toulouse School of Economics. Je hebt gekeken naar hoe afhankelijk is de Europese farmasector voor de toevoer van actieve
ingrediënten voor de productie van medicatie, vaccins, therapeutische concepten en noem maar op. En hieruit blijkt dat de Europese farmasector voor 80% voor die toevoer afhankelijk is van leveranciers in China en India. Op zich geen enkel probleem, als die leveranciers altijd keurig leveren, goede kwaliteit leveren, iedereen zeer tevreden, goede prijzen. Maar natuurlijk, er kan altijd iets radicaal gebeuren, wat vandaag aan het gebeuren is. Maar er kan ook een handelsconflict uitbarsten. Je weet nooit wat in het Trump-tijdperk nog in de lucht hangt. Hè. En dus uiteindelijk moet je ook af en toe de vraag stellen, is het wel optimaal dat de Europese farmasector met die afhankelijkheid te kampen krijgt? Hè? En dus ik denk ook dat daar enige reflectie vanuit Europees perspectief dan zeker en vast aan de orde is. Dan een finaal puntje wat betreft globalisering. We moeten ook natuurlijk niet alleen kijken naar wat gebeurt met onze handelsbalans, wat gebeurt met de prijzen van goedkope commodities of met onze afhankelijkheid van bepaalde ingrediënten. Je moet ook kijken naar simpelweg de vraag, wie wordt getroffen door die globalisering? En alle analyses die ik ken, die concluderen dat vooral eigenlijk de lage scholden, die worden of werden hard getroffen door die globalisering. Zij moesten gaan concurreren natuurlijk met de productiecapaciteit in de lage loonlanden. En dus ja, dat is dan ergens een soort observatie die misschien pijnlijk is, maar zeggen de meeste economen dan, als je natuurlijk vanuit uw getroffen sector kan gaan naar een andere job in een andere sector, dan hoeft dat helemaal geen drama te zijn wat betreft geaggregeerde tewerkstelling. Dus je kan gaan van een job in de industrie naar een dienstenjob. Dat kan ook een goede job zijn, dus iedereen terug tevreden. Nu, dat blijkt zeker en vast het geval geweest te zijn in de jaren 80, 90 en de jaren 2000, maar dat blijkt vandaag wat minder evident te zijn. Dat komt zeer manifest tot uiting, onder andere in de VS. En dus waar mensen blijkbaar veel minder makkelijk verhuizen dan gedacht werd, waardoor dus vele getroffen regio's permanent getroffen blijven en niet een migratiestroom zien vertrekken naar de regio's die floreren in de zeer diverse Amerikaanse economie. En dus een zeer belangrijke vraag is, en dat gaat ook een vraag zijn denk ik voor ons land op termijn, zijn er nog wel genoeg goede jobs over voor de lage scholden? En die vraag wordt denk ik meer en meer prangend. Je hebt niet alleen die globalisering, maar je hebt natuurlijk ook de automatisering die meer en meer impact maakt in alle economische sectoren. En ook daar zijn eerste lage scholden getroffen geweest. En nu worden ook de mensen met administratieve skills meer en meer geïmpacteerd door die automatisering. Je hebt een paar scenario's waarin ook zelfs de kenniswerkers in alle mogelijke sectoren gaan moeten samenwerken met digitale ondersteuning. En in bepaalde gevallen ook eigenlijk hun job gaan moeten totaal heroriënteren als gevolg van die digitale uitdagingen. Dus die globalisering, daar moeten we denk ik genoeg aandacht aan besteden. Maar gewoonweg alleen maar stellen, minder globalisering en productie dicht bij de eigen ziekenhuizen, bij wijze van spreken van de mondmaskers, dat is eigenlijk een reflectie die niet zo relevant is. Die kan je denk ik beter aanpakken met strategische voorraden, met na te denken over flexibele technologieën. En dus vooral die sociale kwesties van de globalisering, die zouden denk ik meer aandacht kunnen krijgen. En nu is het eigenlijk het ideale moment om daar op zijn minst de nodige aandacht aan te besteden. Dus dat zijn een paar elementen die ik uitwerk in het Corona Shock boek. Ik geef daar ook natuurlijk wel een beetje context rond. En mochten er commentaren zijn of vragen die daarmee iets te maken hebben, dan mag u zeker en vast die berichten gaan posten. Een vrij evidente vraag is natuurlijk, ja, is het wel realistisch om te gaan wachten op Europese coördinatie? Als we nu horen dat de Europese Commissie zegt, we moeten die supply chain anders gaan bekijken, we moeten ook onze risico's beter gaan transparant maken. Maar ja, komt er dan ook effectief een beleidsreactie? Dat valt nog af te wachten, omdat Europa natuurlijk altijd de kaart heeft getrokken van vrijhandel. Maar ik wil toch wel één ding benadrukken, dat Europa ook al een lange tijd nadenkt over simpelweg dingen zoals, wat doen we aan de buitengrenzen van de Europese Unie? U weet dat Europa heeft zeer grote koolstofarme ambities, hè? Wil tegen 2050 een koolstofarm continent zijn. En natuurlijk, ja, je kan gaan de focus leggen op je productie binnen de Europese binnengrenzen, maar als we natuurlijk heel veel importeren vanuit de rest van de wereld, en dat wordt ginder geproduceerd in koolstofintensieve omstandigheden,
dan is het eigenlijk vrij makkelijk om hier minder te emitteren. Je gaat gewoonweg staal, je gaat gewoonweg aluminium en andere producten importeren, hier dan verwerken en dan zeggen, we hebben weinig CO2 uitgestoten. Dus het idee leeft al een tijdje om aan de buitengrenzen te denken over een compenserende CO2-heffing en om dus handelspartners die absoluut geen klimaatambities hebben, waarvan we bijna zeker weten dat die gaan geen inspanningen doen en noem maar op. Hè. Dus om die dus een prikkel te geven tot wel dat soort inspanningen, ongeacht wat gebeurt op het internationale forum, om die dus eigenlijk een prikkel te geven, kunnen we zeker en vast denken aan een CO2-compenserende heffing. Nu, dat klinkt goed, dat klinkt denk ik logisch, maar niet vergeten dat je moet handelsconflicten vermijden. Dat betekent dat je dus een zeer goede case moet maken om dit te kunnen argumenteren. Je moet dus gaan werken met life cycle informatie, hè, om echt te kunnen hard maken dat die producent is zeer ecologisch bezig, maar die andere producent is absoluut niet ecologisch bezig. Dus die kan je gaan confronteren met eventuele afschrikkende CO2-heffing aan de buitengrens. Hè. En dus gans die machinerie gaan opstarten, levenscyclusanalyses gaan verzamelen, verwerken, transparant gaan maken, gaan controleren, dat gaat wel een beetje tijd vragen. Dat gaat niet gebeuren op een paar maanden tijd. Dus dat moet ook op een grondige manier gebeuren om natuurlijk handelsconflicten te gaan vermijden. Misschien nog één klein ding erover. We zijn nogal vlug bezig over de Chinezen die niet genoeg meedoen met klimaatbeleid. Dat hoort je heel frequent in de Europese context. En dan zegt men nogal vlug, China gebruikt enorm veel steenkool bij de productie van elektriciteit. 100% mee akkoord, maar niet vergeten, ook in Europa heb je landen zoals Polen die ook enorm veel steenkool gebruiken bij de productie van elektriciteit. Dus ik wil maar zeggen, het is allemaal iets complexer dan misschien in slogantaal kan worden gevat. Je kan moeilijk als Europa zeggen, we wijzen met de vinger naar China omwille van steenkoolgebruik, maar Polen mag dat dan wel doen. Dus ook daar moet je natuurlijk een verhaal rondbouwen dat geloofwaardig is, dat ook handelsconflicten kan doen voorkomen. Ik krijg ook een vraag binnen over de CO2-prijs. Omdat natuurlijk die CO2-prijs, als we nu spreken over emissiehandel in Europa, is die CO2-prijs natuurlijk aanzienlijk gedaald door de crisis. Hè, omdat natuurlijk de economische activiteit is gekrompen, tijdelijk, is stilgelegd. Hè, dus stand still, lockdown stand still. Nu, als de economische activiteit terug gaat aantrekken, gaat die CO2-prijs waarschijnlijk wel stijgen. Maar die Europese CO2-prijs, ik wil gewoonweg benadrukken dat dit eigenlijk een soort politieke constructie is. Hè? Omdat natuurlijk de Europese Unie allokeert de CO2-rechten, bepaalt het aanbod en kan dus met de aanbod een beetje gaan spelen om die prijs te gaan eventueel verhogen. Je kan rechten uit de markt uitnemen, terug in de markt induwen wanneer opportun is. En ik wil gewoon verwijzen naar de interessante discussies over wat is nu de echte correcte CO2-prijs. Los van de Europese marktprijs voor CO2 heb je ook de vraag rond wat is nu echt de werkelijke sociale kost van 1 ton CO2. En daarover bestaat heel veel academisch werk. En natuurlijk, dit is een klein beetje futurologie, hè, omdat niemand vandaag weet wat is de echte omvang van de klimaatschade die zich gaat manifesteren in het jaar 2050, in het jaar 2100. Dus de meeste oefeningen die ik ken, komen uit op een vork van wel een sociale CO2-kostprijs tussen de pakweg 60 euro en de 200 euro. Je hebt er ook die zeggen, dat is nog veel te weinig, het is eigenlijk veel, veel hoger, maar dat zijn natuurlijk zeer complexe discussies met extreem veel onzekerheden. En dus wanneer we praten over die Europese CO2-prijs, moeten we niet vergeten dat er waarschijnlijk op een zeker moment een bezinning nodig is over hoe representatief is die Europese CO2-prijs in functie van de echte potentiële dreiging als gevolg van de klimaatverandering. Hè. En dus dan gaan we spreken over andere CO2-prijzen, waarmee dat natuurlijk niet zegt dat we die prijs moeten zo vlug mogelijk doen escaleren naar een extreem hoog niveau. Hè. Dat zou natuurlijk allesbehalve marktaccommoderend zijn. We moeten ook onze bedrijven altijd de nodige tijd geven om zich te kunnen aanpassen aan een nieuw kader, met daarin onder andere nieuwe referentiepunten. Hè. Dan, ik krijg ook een leuke vraag binnen over strategische reserves en het verband met de planeconomie. Omdat je natuurlijk, als je als land gaat zeggen van dat moet in reserve gehouden worden, zoveel stuks van dit, de productie van die andere componenten, die moeten we ook dicht bij de eigen deur houden, moeten we ook gaan superviseren.
Dat vraagt natuurlijk planning, hè, maar niet vergeten, bescherming van de bevolking is in mijn ogen nog altijd een kerntaak van de overheid. En dus je bent volgens mij niet echt een planeconoom als je zegt van we moeten natuurlijk voldoende investeren in correcte strategische reserves. En dus uiteindelijk, ja, de vraag is een beetje ruimer ook. Je kan dit ook zeggen over voedsel. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, wij zijn afhankelijk van Nieuw-Zeeland voor de aanvoer van kiwis. Iedereen eet graag enorm veel kiwis. Dus als Nieuw-Zeeland niet meer kan leveren, dan moeten we dat maar misschien in frigo's gaan stockeren. Wel, we kunnen enorm veel in Europa natuurlijk ook produceren. Hè. Bijvoorbeeld, de meeste kiwis die u eet, die komen wellicht uit Frankrijk of uit Italië. En die komen niet allemaal uit Nieuw-Zeeland. Je kan dus dikwijls natuurlijk in het eigen continent al veel gaan organiseren. En ik denk persoonlijk dat we toch als Europese Unie het denken over strategische reserve ook best een beetje Europees aanpakken. Het zou vrij absurd zijn mocht elk land en ook elk klein landje zich gaan bezighouden met een reserve aan te leggen van allemaal dezelfde producten. Kan natuurlijk, hè, dat is misschien wel ergens ook goed wat betreft bezigheidstherapie voor een paar administraties. Maar uiteindelijk, de meest efficiënte aanpak is volgens mij toch wel het gaan Europees organiseren, ook kijken naar logistieke ketens binnen de Europese Unie. Want de Europese Unie moet toch ook eens meer worden dan alleen maar, laten we zeggen, een grote vrijhandelszone, waar voor het overige, in termen van collectieve goederenproductie, niet al te veel eigenlijk gebeurt. Ik zie hier ook de vraag passeren of duurzaam globaal ondernemen aan belang zal winnen door de coronasituatie. Wel, duurzaam globaal ondernemen is natuurlijk geen nieuw gebeuren. Dat weet denk ik iedereen zeer goed. Nu, ik wil toch even kort iets zeggen over af en toe ja, business statements. Hè. Je had onder andere vrij kort voor het uitbarsten van die coronacrisis in de VS een paar grote aankondigingen van grote multinationals. Die letterlijk hebben gezegd, dat zijn de mensen van de Business Roundtable, als ik me goed herinner. Kijk, wij moeten ons bedrijfsmodel met focus op shareholder value gaan omswitchen naar meer stakeholder value creatie. En dus ook kijken naar wat wij bijbrengen aan de lokale gemeenschap, aan de werknemers, aan het ecosysteem en noem maar op. En dus dit ging uit van echt grote bedrijven die eigenlijk velen hebben verrast met dit toch wel vrij radicale statement in het land van Milton Friedman. Nu, dezelfde bedrijven hebben een klein beetje ja, geaarzeld bij het uitbreken van de coronacrisis. En ze kregen ook het grote verwijt onder dat ondanks hun zeer mooie aankondiging, dat die bedrijven ook veel werknemers onmiddellijk hebben laten afvloeien bij de eerste signalen van lockdown in de VS. Dus een paar bedrijven hebben dus niet echt gedaan bij het uitbreken van de coronasituatie in de VS. In vergelijking met wat was aangekondigd eigenlijk. Hè. Maar heel wat andere bedrijven hebben zeer resoluut gepleit voor we gaan door met onze investeringen in koolstofarme technologie. Ongeacht hoe nu het sentiment is rond de klimaaturgentie, rond energieprijzen en noem maar op. Hè. Omdat iedereen natuurlijk wel weet, met veel lagere energieprijzen is elke investering in energie-efficiëntie, in hernieuwbare energie, plotseling wat minder rendabel. Je hebt de langere terugverdientijden en noem maar op. Je zou kunnen zeggen, we gaan dat even in de koelkast steken. En we gaan er terug mee beginnen, pakweg binnen 5 jaar, als de wereldeconomie ergens genormaliseerd zal zijn. Maar de meeste bedrijven doen dat helemaal niet. Omdat je natuurlijk ook eens goed moet kijken naar welk project geef je aan de huidige generatie en aan de volgende generatie. Wat bedoel ik hiermee? Iedereen die in België opgroeit, die weet, dit land heeft een hoge overheidsschuld. En die factuur is er voor de huidige en toekomstige generatie. We hebben nu de coronafactuur, ik ga straks een klein beetje meer over vertellen. Die factuur, ja, die moet ook worden behandeld door de huidige en toekomstige generatie. Maar je hebt natuurlijk ook nog eens een klimaatfactuur die in de lucht hangt. Hij kan dus toch moeilijk verwachten, denk ik, van de huidige en toekomstige generatie, dat die zich gaat dubbel willen plooien om de overheidsschuld voor een stuk aan te pakken, de coronafactuur te verteren, om dan in het jaar 2040 te vernemen, ja, beste mensen, hard gewerkt, bedankt hiervoor, en nu komt er een zeer hoge klimaatfactuur op ons dak. Dat is niet echt, denk ik, het project dat we willen aanbieden aan de jongeren, waarvan we zoveel verwachten. En dat weten ook natuurlijk die bedrijven. Hè. En ik denk persoonlijk dat we zien op dit moment in vele sectoren van de maatschappij
een zekere assertiviteit die er niet was voor de coronagebeurtenissen. Bijvoorbeeld de Black Lives Movement. Dat is natuurlijk een Amerikaanse kwestie, dat weet ik ook wel. Maar dus, dat is nu een globaal gebeuren geworden. En dit was toch wel volstrekt onverwacht. En je hebt nu ook in onze eigen regio hier de beeldenstorm die aan het uitbreken is ten opzichte van Leopold II en noem maar op. Hè. En dat had ook niemand kunnen op anticiperen. We zien meer assertiviteit, en niet alleen van natuurlijk tieners, hè, maar ook van iedereen in de maatschappij. En ik denk ook dat die assertiviteit iets blijvend zou kunnen worden. Waarom is die Black Lives Matters-beweging toch wel een klein beetje een verrassing? Wel, spijtig genoeg gebeuren dat soort incidenten in de VS heel frequent. Spijtig genoeg. En er zijn nogal vele grote protestbewegingen geweest tegen acties van de politie in de VS. Maar die hebben, naar mijn weten, nooit de internationale gemeenschap mee kunnen trekken. Dit is nu wel gebeurd en dus de zenuwen zijn meer gespannen dan pakweg voor de coronasituatie. En ik denk ook dat bedrijven die echt op lange termijn willen floreren, moeten denk ik een zeer duidelijk statement maken, niet alleen om toekomstige werknemers te kunnen aantrekken, maar ook om in de maatschappij ergens kunnen uw plaats te verdienen. Dat zien we nu ook met ganse discussies over moeten we de luchtvaartsector gaan steunen of niet. Heb je ook een discussie over in welke mate wil de luchtvaartsector meestappen in een meer wervend maatschappelijk project. En dat leidt dan dikwijls tot heel wat voorwaarden. Zo krijgen heel wat Europese luchtvaartmaatschappijen vandaag de voorwaarden om vooral zich te gaan toe te leggen op een core activiteit wat betreft toegevoegde waarde, namelijk vluchten op langere afstand. Daarvoor kun je de luchtvaartsector absoluut niet missen. Maar het is vrij absurd dat luchtvaartmaatschappijen trajecten aanbieden op pakweg 250 kilometer of 300 kilometer. Je moet niet per se vliegen tussen Brussel en Parijs. Je kan daarvoor ook de trein of de bus of eventueel uw elektrische auto nemen. Dan kan je natuurlijk ook vlot in Parijs raken. En dus meer en meer landen stellen die voorwaarden als eisen om steun eventueel toe te kennen aan bepaalde sectoren. En dat wordt ook, denk ik, iets dat we meer en meer als normaal gaan zien in de komende jaren. Hè. Dus beleidsmakers willen sectoren graag helpen, maar doen dat niet meer onvoorwaardelijk, zoals wel is gebeurd in pakweg 2009, toen vooral geld pompen in de economie de oplossing was en wat er met dat geld gebeurt. Ach ja, dat gingen we dat wel zien achteraf. En we zijn nog altijd bezig met geld te pompen in de economie 10, 12 jaar later. En het pompen gaat eigenlijk onverminderd door. Hè. Dus ik hoop dat ik ermee een paar van de vragen heb kunnen beantwoorden. Je mag dus altijd zeker en vast, ik ga toch even een keer scrollen, niet dat ik te veel heb gemist, maar je mag altijd zeker en vast nog een puntje inbrengen in de oefening. Dan, om de tijd te respecteren, ga ik nu overgaan naar het tweede thema, namelijk economisch herstel. U heeft in de uitnodiging gezien dat graag eigenlijk een onderscheid maak tussen wat je kan zien als een economische restart vergeleken met een economische reset. Wat bedoel ik met economische restart? Dat is eigenlijk een beleid waarbij je zo snel mogelijk terug naar de activiteitsniveaus wil gaan van voor de coronacrisis. Dus terug zo snel mogelijk naar het normaal dat we kenden voor pakweg maart 2020. Wat is economische reset? Is natuurlijk ook terug mikken op economisch herstel, maar tegelijkertijd door hervormingen, zeer diverse hervormingen, de economie sterker te maken, meer weerbaar te maken, en dus vooral meer duurzame groei, die ook levenskwaliteit centraal stelt, die te gaan promoten eigenlijk. En dus die afweging maak ik ook in mijn boek op zeer diverse fronten. Ik ga er straks een klein beetje meer over vertellen. Dan, wat vandaag heel dikwijls te horen is, is simpelweg, wie gaat die coronafactuur betalen? Hè? Dus die getallen die je nu hoort circuleren zijn dikwijls enorm afschrikwekkend. En onmiddellijk hebben ook al wat mensen creatieve ideeën om nieuwe belastingen te introduceren, om deze factuur zo vlug mogelijk te gaan dekken, liefst nog in het jaar 2020 of ten allerlaatste in het jaar 2021. Ik begrijp die bemerking, wie gaat die coronafactuur betalen? Maar eigenlijk is volgens mij is het zeer aangewezen om even terug te gaan naar de pakweg de maand februari 2020. Voor de aankomst van het coronavirus in Europa. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want het coronavirus was waarschijnlijk al in de maand december in Europa. In Le Monde stond het verslag van mensen die met een longontsteking in Franse ziekenhuizen lagen in Parijs.
En die zijn achteraf teruggetest geweest. Ik bedoel, hun bloed is teruggetest geweest in de maand april. En toen bleek dat die mensen COVID-19 hadden al in de maand december met de longontsteking in het ziekenhuis lagen in Parijs. Wat dus betekent dat die personen begin december zijn besmet geweest. En ook die personen zijn niet in China geweest. Er hebben ook geen enkele kennissen die terugkwamen uit China. Dus het virus was al veel eerder in Europa en zeker niet pas vanaf februari of maart eigenlijk. Hè. Maar kom, los daarvan. Dus in februari 2020 kwam het Federale Planbureau met een prognose voor het begrotingstekort voor 2020 aankloppen. En het planbureau was eigenlijk vrij positief gesteld, want het planbureau verwachtte voor 2020 in België een vrij hoge economische groei. Iets meer dan eerst verwacht, pakweg plus 1,4% economische groei. Wat redelijk goed is als je vergelijkt met de afgelopen jaren die we hebben gekend. Maar toch, bij die relatief hoge economische groei, kwam het planbureau uit bij een begrotingstekort van 2,5% van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 14 miljard euro. Dus in goede economische tijden hebben we een groot tekort en dat in het land met een zeer hoge fiscale druk. Alleen Frankrijk heeft een hogere fiscale druk dan België. We zijn altijd Europees medaillewinnaar wat betreft fiscale druk. Dus onze overheden incasseren enorm veel fiscale bijdragen en nog altijd is er een zeer groot tekort. De commentaren in onze media waren unaniem negatief over dit soort informatie. En de vrees was terecht dat we als België terug op de Europese strafbank gingen zitten omwille van onze begrotingssituatie. Belangrijk is, niemand heeft toen de vraag gesteld, wie gaat deze factuur betalen? Omdat natuurlijk iedereen weet, ja, dit is het gevolg van beleidskeuzes die niet de optimale zijn. Dus iedereen zegt dan, de regering of de nieuwe regering of de te vormen regering, die moet maatregelen gaan nemen om een duurzaam begrotingstraject mogelijk te maken. Wat zijn die maatregelen? Fiscale hervormingen, maar ook hervormingen in een paar economische sectoren. Maar denk ook aan arbeidsmarkthervormingen, pensioenhervormingen, hervormingen van de regulering in een paar aspecten van onze maatschappij, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus een zeer moeilijke boterham die je niet met een paar one-liners onmiddellijk kan aanpakken. Hè. Nu, dus er was zeer grote nood aan hervormingen rond, laten we zeggen, februari 2020. Dan kwam de coronacrisis, dat weet u allemaal zeer goed, met een veel dieper begrotingstekort. En natuurlijk is die behoefte aan hervormingen verdwenen helemaal niet. Die is nu, denk ik, meer acuut dan ooit tevoren. En dus, als je nu de vraag krijgt, wie gaat die coronafactuur moeten betalen? Dan is mijn antwoord, wij moeten nu meer dan ooit hard gaan hervormen om budgettaire duurzaamheid te gaan mogelijk maken de komende jaren. Dat gaat natuurlijk wel een tijdje duren. En ook tegelijkertijd onze economie beter te wapenen tegen allerhande risico's, maar ook in te spelen op opportuniteiten die zich aandienen. En dus ik zou niet pleiten voor het aanduiden van nieuwe belastingen of nieuwe groepen in onze bevolking die de nieuwe facturen gaan mogen dragen. Dat betekent simpelweg, je vergeet het hervormingstraject, je gaat eigenlijk zo vlug mogelijk met bijkomende belastingen een kloof gaan dichten en dan doen alsof er voor de rest niks moet gebeuren, is in mijn ogen eigenlijk niet echt de optimale aanpak. Hè. Die fiscale hervorming. U weet allemaal, we moeten deze maand onze belastingaangifte indienen. Dat heeft u misschien al gedaan. We praten in dit land al 20 jaar over fiscale vereenvoudiging. En elk jaar komen er meer codes bij die we al dan niet mogen aankruisen op onze aangifte. Er is gelukkig al veel denkwerk geweest over fiscale hervorming. Je hebt de Hoge Raad voor Financiën, je hebt ook een paar zeer goede boeken. Je hebt ook hele goede expertise daar rond, alleen er gebeurt niet te veel mee. Dat is een van de pijnlijke vaststellingen. Pensioenhervorming, je hebt ook daarover interessante rapporten, zeer goede boeken. Ook bij Tinera werken heel wat mensen rond pensioenhervorming en fiscale hervorming. En dus uiteindelijk weten we wel wat we zouden kunnen doen als we echt willen meer duurzaamheid in die sectoren gaan injecteren. Alleen het beleid moet natuurlijk meegaan in dit verhaal en momenteel zijn we vooral wachtende wat dat betreft. Hè. Maar ik wil toch nog even die fiscale hervorming een klein beetje meer uitdiepen met u. Velen van ons hebben natuurlijk de afgelopen maanden om 8 uur 's avonds geapplaudisseerd voor de mensen die werken in de zorg, terecht, want die mensen moeten natuurlijk ons systeem overeind houden. Dan zegt eigenlijk iedereen
Je hebt nog veel andere coronahelden. Denk aan de mensen die de rekken vullen in de supermarkt. Hè? Of denk aan de mensen in de woonzorgcentra. Of de mensen die met de bestelwagens onze pakjes thuis komen leveren. En dus we kennen waarschijnlijk zelf wel zo'n mensen. En we weten ook dat die niet echt horen bij de grootverdieners. Integendeel, heel wat van die mensen die verdienen minder dan het gemiddelde inkomen in ons land. Wat blijkt nu in ons land is de fiscale druk, totale fiscale druk, inclusief sociale bijdragen, op de laagste inkomens, de hoogste van gans Europa. Dat betekent concreet dat iemand met een inkomen twee derde is van het gemiddelde inkomen, die heeft in ons land een totale fiscale druk, inclusief sociale bijdragen, van 45%. Terwijl dat, we zijn dus Europees kampioen erin, terwijl dus in Nederland, ook een vrij beschaafd land, die fiscale druk op de laagste inkomens gelijk is aan 30%. En dus eigenlijk de maatschappelijke appreciatie voor de mensen met die jobs is vandaag zeer hoog. Ze houden de economie, hielden de economie letterlijk recht, maar de fiscale appreciatie is eigenlijk zeer laag. En ik vind het ook persoonlijk een pijnpunt. Wat is eigenlijk uw maatschappijvisie als je mensen met een laag inkomen zeer zwaar gaat belasten? Terwijl ik daarnet ook al heb verwezen op het feit dat net de laaggeschoolden hebben minder en minder jobkansen in de moderne economie. En dus zij die nog wel een job hebben, zwaar gaan belasten, is in mijn ogen niet echt het optimale formaat om echt die mensen nog te kunnen activeren en optimaal in onze economie te kunnen integreren. Dus uiteindelijk, het coronaverhaal leert ons heel veel. Het doet ons misschien anders kijken naar wie een belangrijke bijdrage levert, wie we echt moeten appreciëren. En dus zou ik ook bij discussies over fiscale hervormingen ook daarnaar kijken om daar eventueel een of ander, hoe zou ik het zeggen, economisch rendabele correctie aan te koppelen. Hè. Ik ga daar nog kort iets meer over zeggen. Ik krijg ook een vraag binnen over, laten we zeggen, de routine om maar schulden te maken. En de vraag is dan, hoe ver kan een land daarin gaan? Wel, op dit moment natuurlijk zitten we nog altijd in een volle crisissituatie. En gelukkig hebben we toch wel, met enige vertraging weliswaar, wat geleerd uit de aanpak van de vorige crisis, de financieel-economische crisis. Toen hebben een paar landen hard gaan besparen. Denk ook aan Nederland. Nederland was toen allesbehalve een gidsland en heeft enorm gaan besparen, onder andere in onderwijs, cultuur, sociale bescherming en noem maar op. Maar als gevolg dat natuurlijk daar heel veel jobs zijn verdwenen. Men heeft dus ook wel veel geld bespaard, maar natuurlijk al die mensen zijn ook minder gaan uitgeven. En dit heeft de economische krimp versterkt in een land zoals Nederland. Ook Griekenland moest hard besparen, heeft het ook gedaan. Onder druk van IMF, Europese Commissie en noem maar op. Maar als gevolg enorme krimp van de Griekse economie. Het heeft jaren geduurd om daar min of meer bovenop te komen. Hè. Ze weten nu zeer goed dat in tijden van crisis hard gaan besparen, dat moet je absoluut vermijden. Hierdoor gaat de crisis waarschijnlijk nog meer uittypen en heb je meer problemen om economisch herstel mogelijk te maken. Het is toch vrij bizar dat we dat in 2009 niet meer wisten, blijkbaar. We hebben ook die fout gemaakt in 1929, hè, toen ook de recessie geleid heeft tot enorme besparingen bij toen veel kleinere overheden natuurlijk, maar als gevolg het langbestendige van die economische recessie tot eigenlijk spijtig genoeg het aanbreken van Wereldoorlog 2. Dus als je de geschiedenis leest, is die 2029 dramatiek niet alleen een gevolg van natuurlijk handelsbarrières, maar ook gewoonweg een verkeerd neoclassiek besparingsbeleid dat toen is gevoerd geweest. Maar dat waren we vergeten blijkbaar in het jaar 2008, 2009. En nu weten we dat wel. Dus alle landen maken nu grote schulden. En uiteindelijk, er is spijtig genoeg weinig alternatief. Dat betekent die staatsschuld, die gaat serieus omhoog gaan. Die bedroeg pakweg 100% van het BBP voor het uitbreken van de crisis. Die zal eind dit jaar waarschijnlijk oplopen tot 110, 115, sommigen zeggen 120% van het BBP. Ik weet dat niet. Maar ik zie eigenlijk weinig alternatief. We moeten dat spijtig genoeg doorslikken. Veel belangrijker is wat gebeurt vanaf 2021. Hè. Kunnen we dan terug met herstel aanknopen? Dat gaat misschien niet alles kunnen compenseren, helemaal niet, maar kan toch wel een groot deel gaan compenseren.
We moeten natuurlijk onze economie van koers doen veranderen, dat we dus een meer duurzaam beleid kunnen voeren, dat we echt wel groei die duurzaam is, die kwaliteit brengt, dat we die meer kunnen garanderen door het juiste investeringsklimaat. Hè. Nu, wat betreft die 120% van het BBP, ik wil gewoon erop wijzen dat er nog altijd landen zijn met hogere schuldquotas, maar het meest belangrijke is, hoe evolueert de rentevoet? En zolang die rentevoet zeer laag blijft, en die is nu, dat weet je denk ik ook allemaal zeer goed, die is nu zeer laag, zolang die rentevoet effectief zeer laag blijft flirten met nul bij wijze van spreken, dan natuurlijk is schuldopbouw veel minder dramatisch. Hè. Maar dus we mogen er niet aan denken dat de rente zou plotseling beginnen te stijgen naar een niveau van pakweg 4-5% binnen een jaar of vijf. Dan natuurlijk heeft België een enorm probleem om die rentelast te kunnen financieren. Hè. Nu, ik heb ook geen glazen bol, zoals niemand natuurlijk, maar de meeste economen gaan ervan uit dat de rentevoet zeker de eerstkomende 5 tot misschien wel 10 jaar op een zeer laag niveau gaat blijven hangen. En dan weten we het natuurlijk niet. Maar dus, dat geeft ons enige tijd om dus met een ander beleid eigenlijk dan spelen met schuld, structureel onze economie beter te gaan oriënteren. Hè. Nu, u weet waarschijnlijk, er is de afgelopen week en de afgelopen dagen wat discussie geweest over steun aan de horeca. En ik wil daar even op inzoomen. De horeca is natuurlijk een zeer contactintensieve sector die tot standstill is gedwongen als gevolg van onze lockdown light. Hè. En nu, als je kijkt naar economische groei en de bijdrage van een paar sectoren, en als je ook kijkt naar de dynamiek dat laaggeschoolden minder en minder opportuniteiten hebben, is natuurlijk vrij interessant dat die horeca op niveau blijft. Dat die blijft floreren. Dat is goed voor onze consumenten. Dat is ook goed in termen van economische tewerkstelling en natuurlijk ook sociale rol die sector kan spelen. Hè. En wat heeft men gedaan? Heel wat maatregelen zijn besproken geweest. Er komt dan die btw-verlaging voor de horeca. Maar gisteren is dan ook de aankondiging gekomen dat een paar beroepen, de mensen uit de verplegende sector onder andere, die gaan genieten van horecachecks. En natuurlijk, dat klinkt zeer goed, hè? Je geeft een appreciatie en mensen kunnen lekker gaan tafelen, dus iedereen tevreden. Ik zou ook zeggen dank u als die checks komen. Maar eigenlijk, wat doen we hiermee? Met het uitdelen van checks steun je klanten van een sector. Omdat natuurlijk, als je checks geeft aan een chirurg, bij wijze van spreken, die gaat af en toe op restaurant, maar die heeft wellicht genoeg koopkracht om zelf zijn restaurantbezoek te gaan betalen. Ofwel betaalt die persoon zelf, ofwel betaalt hij met die checks. Daar heeft natuurlijk de horeca-uitbater niks aan eigenlijk. Hè. Dus je steunt de klanten van die sector vooral. De vraag is natuurlijk, zou je niet beter de sector rechtstreeks gaan steunen? Ik heb gesproken over hervormingen. Het gaat dus ook over regulering. Hoe gaan we om met arbeid? Hoe kan een sector zoals de horeca mensen flexibel inschakelen in functie van de vraag op een avond, op een middag en noem maar op? En toch heel wat horeca-uitbaters hebben daar bemerkingen bij te maken, vinden dat ze eigenlijk in een keurslijf moeten gaan werken. Plus je hebt ook, volgens heel wat horeca-uitbaters, een zeer strikt fiscaal keurslijf. En u weet ook dat de afgelopen jaren heel wat gerenommeerde zaken met sterren, met volle reservatieboeken, toch de deuren sluiten. Als je dan interviews leest met die uitbaters, dan zeggen die wel na hard werken gedurende 10 jaar, dag en nacht is mijn conclusie, ik kan er eigenlijk niets aan overhouden, dus ik stop er simpelweg mee. Dus eigenlijk is die sector toch wel misschien een sector die qua regulering misschien iets zou kunnen worden, meer ademruimte zou kunnen krijgen. Dat moeten we zeker en vast ook meenemen. Dus als we alleen maar checks gaan uitdelen aan die sector, en een btw-verlaging op tafel leggen, dat is natuurlijk iets. Maar daarmee zijn al de problemen, laten we zeggen, voor het uitbreken van de coronacrisis, die de sector ook al kende, gaan die niet verdwenen zijn. Dus we moeten toch wel af en toe, vind ik, wat meer durven denken aan hervormingen op maat van de sector, omdat die sector economisch simpelweg zeer interessant is. Beeld u even in dat de horecasector, die altijd moet omgaan met heel veel faillissementen, dat die veel minder faillissementen zou kennen en dat die elk jaar mooi kan groeien. Dat is zeer goed in termen van tewerkstelling. Er kunnen ook heel wat laaggeschoolden een job vinden. Als die mensen ook, laten we zeggen, genoeg kunnen verdienen,
In die sector heb je ook ergens een soort groeiverhaal dat ook ergens levenskwaliteit op een duurzame manier kan brengen. Dus economische groei is niet alleen investeren in R&D, in nieuwe infrastructuur, wat we zeker en vast moeten doen in ons land ook, maar dat soort trajecten biedt rendement na verloop van tijd, dikwijls vele jaren. Als je gewoonweg je huidige arbeidsintensieve sectoren kan wat meer ademruimte geven, heb je ook economische groei, heb je op korte termijn misschien wat meer jobcreatie. En dat is eigenlijk even belangrijk dan high-tech jobs. Dat moeten we ook zeker en vast meenemen in deze oefening. Nu, wat betreft investeringen, dus iedereen zegt dat we moeten meer gaan investeren. U kent de verhalen over de kwaliteit van onze infrastructuur. Maar natuurlijk weten we ook, het duurt zeer lang om in dit land een investeringsproject effectief te kunnen uitvoeren. De bouw van een nieuwe gevangenis, dat gaat dikwijls gepaard met 20 jaar letterlijk gepalaver over waar kan die komen, onder welke voorwaarden. Denk aan de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Maar ook de bouw van een voetbalstadion, dat duurt dikwijls extreem lang. En natuurlijk, als je dan zegt, ja, we gaan investeren in smart cities, nieuwe klimaatarme infrastructuur, koolstofarme infrastructuur. Oké, dat is makkelijk om te zeggen, maar dat gaat waarschijnlijk ook wel langer duren dan optimaal is. Dus terug bij die hervormingen waar ik over sprak in het begin, moeten we natuurlijk ook op zijn minst kijken naar hoe kunnen we vanuit regulerend oogpunt ervoor zorgen dat wat nodig is ook effectief kan gebeuren binnen een acceptabel tijdsvak. Hè? Dan zie ik hier ook een vraag opduiken over het onderwijs. Hè. Dus de regulering rond... ik moet even de vraag goed lezen. De regulering rond de globalisering is niet oké, schrijft de auteur. Maar misschien kan dat even worden verduidelijkt. Welk aspect van de regulering de auteur bedoelt met zijn vraag. Ik ga dan straks uw antwoord wel zien verschijnen. Ik ga dan zeker en vast ook proberen u een antwoord te geven. Er is ook een andere vraag over hoe we de fiscaliteit eenvoudiger kunnen maken. Dus werken naar transparantie. En natuurlijk de eliminatie van de fiscale uitgaven is inderdaad, zoals de auteur van deze vraag zegt, een zeer belangrijk element. Hè. Dus u weet denk ik allemaal dat je op veel creativiteit moet rekenen om eigenlijk fiscaal te gaan optimaliseren. En ook natuurlijk hoe wij ons fiscaal systeem opbouwen, geeft enorm veel economische prikkels. En we onderschatten misschien wel wat daarvan op lange termijn de implicatie is. Hè. Dus we weten ook dat hypothecair lenen was tot het afschaffen van de woonbonus fiscaal behoorlijk interessant. Dus iedereen denkt, ja, als ik kan eigenaar worden, ik ga dan een lening aan, ik kan ook fiscaal recupereren, dus ik moet zeker en vast niet huren, maar zo vlug mogelijk eigenaar worden. Dat gaat me ook over de levenscyclus heel veel fiscale voordelen opleveren. Natuurlijk, als iedereen zo denkt, stijgt de vraag naar woningen, wat de prijs gaat opdrijven. Dus je kan wel natuurlijk fiscaal recupereren, maar je moet wel natuurlijk hogere prijzen betalen, omdat de vraag naar woningen wordt ondersteund door die fiscale prikkels. Je hebt ook mensen die wanneer hun eerste hypothecaire lening afloopt, goed nadenken, wat kunnen we toch nog doen aan onze woning om terug te kunnen bijlenen, om te kunnen in de volgende jaren ook fiscaal af te trekken. En dan gaat men dus investeren in die mooie poolhouse of het zwembad of in andere bijkomende infrastructuur. Ik gun natuurlijk iedereen zijn verkoeling op dit tropische moment. Maar uiteindelijk is dit vanuit puur efficiëntieoogpunt niet echt optimaal. Hè? En dus gans die focus op het fiscaal ondersteunen van privaat eigenaarschap heeft ook nadelen, heeft voordelen, maar heeft ook nadelen. En dus uiteindelijk, dit is een voorbeeld dat ik geef, maar je hebt natuurlijk enorm veel andere aftrekmogelijkheden die gedragssturend zijn. En ook niet vergeten, dat is toch wel een vrij fundamenteel punt, de meeste van die aftrekposten die zijn er ten voordele van de hogere inkomens. Want wie kan investeren? De hogere inkomens natuurlijk. Ja, en dan heb je recht op subsidies, op fiscale aftrek. En dat vind ik natuurlijk ook maatschappelijk niet altijd de beste zet. Hè. Dus we hebben een hoge fiscale druk. Daarmee gaat iedereen akkoord. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat de mensen met de allerhoogste inkomens ook absoluut altijd enorm veel belastingen betalen. Die kunnen natuurlijk meer creatief omgaan met diverse aftrekposten. Hè. Nu, ik wil zeer duidelijk zijn, de mensen met de hoogste inkomens, als je kijkt per inkomensdeciel, betalen natuurlijk enorm veel belasting in vergelijking tot de rest van onze
decielverdelingen. Dus begrijp me zeker en vast niet verkeerd. Hè. Dan krijg ik ook een vraag over de regulering van de lonen in de zorgsector. Inderdaad, hè, dus ik ben helemaal geen kenner van de zorgsector en de loonregulering. Maar natuurlijk, wanneer de overheid die sector organiseert, heb je dus vaste loonafspraken, heb je dus ook weinig onderhandelingsmarge als werknemer. En dat geeft natuurlijk een situatie te vergelijken met de situatie in het onderwijs of in andere sectoren die vooral publiek aangestuurd worden. Als natuurlijk die sector kreunt onder de werkdruk en als natuurlijk die verloning geen compensatie biedt, ja, dan ga je mensen enorm ontmoedigen. Ga je mensen ergens naar de uitgang duwen, bij wijze van spreken. En dat is ook allesbehalve maatschappelijk interessant. Hebben we die zorgsector enorm hard nodig? Wij kijken aan tegen een golf van vergrijzing die er aankomt. We moeten ook onze zorgsector herdenken voor een stukje. Omdat we dus nu hebben gezien dat ons zorgmodel vooral te zeer de focus heeft gelegd op, laten we zeggen, het residentiële in de woonzorgcentra, maar niet genoeg medische kennis heeft laten doorsijpelen, waardoor in een paar gevallen de reactie in een paar zorgcentra wat laat was, wat misschien toch wel ook ja, heel wat slachtoffers zou kunnen gemaakt hebben. En dus een paar auteurs zeggen, we moeten terug meer ook vanuit een medische invalshoek kijken naar dat zorgmodel, om sneller te kunnen inspelen op nieuwe risico's die zich gaan manifesteren. Hè. Dus ik denk dat we eigenlijk gans deze corona-ervaring moeten benutten om het ganse zorgmodel of toch enkele pijnpunten zeer transparant te maken en ook te kijken naar welk toekomsttraject is nu echt optimaal voor deze sector. Gaan we gewoon voortdoen zoals we bezig waren, dus eigenlijk niks veranderen, we sturen de mensen een check op om mee op restaurant te gaan van een paar honderd euro en we zwijgen erover, dat is een optie. Maar ik kan ook vooral de vraag stellen, wat is nu de meest optimale invulling van het zorgmodel, gegeven de vergrijzing, wat we nu hebben geleerd met de corona-uitbraak? En natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk de jaarlijkse griepsituaties die natuurlijk ook een respons altijd noodzaken. Dus ik vind dat we daar toch eigenlijk moeten proberen een brug te bouwen naar een meer robuust model, eventueel op termijn, voor deze sector. Hè. Ik zie ook een vraag passeren over de coronafactuur en de klimaatfactuur. Dus de klimaatfactuur is natuurlijk een factuur die dus vooral enorme investeringen met zich mee gaat brengen. Als we echt die klimaatfactuur willen minimaliseren, moeten we effectief dus een koolstofarme infrastructuur kunnen uitbouwen. Dat gaat natuurlijk enige decennia tijd vragen, maar dus je kan met kleine stappen eigenlijk beginnen en natuurlijk een traject uitstippelen. Terwijl natuurlijk de COVID-factuur is echt wel een korte termijn factuur, waar je dus kijkt naar tijdelijke werkloosheid, de factuur hiervan. Maar eens natuurlijk de economie terug, bij wijze van spreken, normaal draait, gaat die COVID-factuur stilaan wegsmelten, zoals een blok ijs die je vandaag zou buitengelegd hebben eigenlijk. Hè. En dat klopt natuurlijk wel, maar niet vergeten dat er is altijd een overlap. Bijvoorbeeld, heel banaal voorbeeld misschien, je hebt nu het besef dat wie leeft in een stad, die leeft best in een stad met heel wat groenzones. Mocht er ooit nog eens een lockdown komen, kan je tenminste toch eens even gaan wandelen in een aangename groenzone binnen de stad. En moet je niet altijd tussen het grijze beton op stap gaan, dat is eigenlijk iets minder opbeurend. Hè. We weten ook uit onder andere heel wat medisch onderzoek dat mensen die moeten revalideren in een ziekenhuis bijvoorbeeld, als die zicht hebben op een groen omgeving, gaan die sneller herstellen, geloof het of niet, in vergelijking tot mensen die zicht hebben op grijze muren aan de andere kant van het raam. Hè. En dus je hebt ook heel wat therapeuten die bijvoorbeeld gaan wandelen met mensen met depressies, met burn-outs, in groen omgevingen, dat blijkt eigenlijk heel positieve effecten te hebben. Nu, groen in de stad, dat klinkt natuurlijk simplistisch en misschien een beetje populair, maar niet vergeten, klimaatadaptatie maakt het noodzakelijk om te investeren in groen in de stad. Dat is de meest kostenefficiënte manier om dus de opwarming
wat te gaan wegduwen uit de steden, die dus kampen met een, wat heet een urban heat island effect. Hè. Al het beton en asfalt absorbeert die warmte en laat die los in de nacht. Hè. Daardoor is het eigenlijk altijd in de steden een paar graden warmer dan op het platteland. Hè. En dus als we die klimaatuitdaging ernstig nemen, moeten alle steden, of ze nu willen of niet, die moeten gaan vergroenen. En dus dit is een klimaatinvestering, maar die brengt ook tegelijkertijd veel levenskwaliteit voor alle betrokken partijen. Dus je moet de baten ook ruimer zien dan vermeden klimaatschade. En ja, natuurlijk, je gaat ook hierdoor weer al de werkstelling op een of andere manier gaan promoten. Je hebt die groenwerkers nodig, je hebt aannemersbedrijven nodig en je gaat ook innovatie uitlokken. Denk aan nieuwe generaties van groendaken. Maar je kan natuurlijk ook die groene infrastructuur optimaal proberen te integreren in zachte mobiliteit, zoals dat ook meer en meer gebeurt in belangrijke Europese steden. En dus ik verwijs ook in mijn boek heel graag naar een paar Europese voorbeeldsteden, vooral Amsterdam passeert de revue, en ook natuurlijk Kopenhagen. Ik wil misschien even meegeven voor de mensen die niet zozeer met klimaatdossier bezig zijn, dat je af en toe hoort dat de rijke landen kunnen maar in beperkte mate de uitstoot verminderen. Dat is eigenlijk de tragiek van de afgelopen jaren geweest. Hè. Wel, dat klopt, hè. Maar Kopenhagen heeft een ander traject gekozen. Kopenhagen gaat tegen het jaar 2025 de uitstoot die er was in het jaar 1990, dus niet zo heel lang geleden, verminderd hebben met, spits even uw oren, met 100%. Hè. We willen dus echt een zeer radicale CO2-reductie doorvoeren. En dat gaat wellicht bijna lukken, omdat men daar kan gebruik maken van een systeem van stadsverwarming. Dat draait vandaag voor een stuk op fossiele bronnen. Dat gaat deels gaan draaien op restwarmte, is nu volop in conversie, reconversie. En gaat ook meer en meer draaien op biomassa, op duurzame biomassa. Koppel daaraan natuurlijk de zachte mobiliteit die hard wordt gepromoot in Denemarken en een paar heel specifieke besparingsinvesteringen in publieke gebouwen en noem maar op. Hè. Dan kom je, kan ik zeggen vrij snel, maar kom je na enkele decennia uit op toch wel een zeer radicale kentering wat betreft CO2-uitstoot. Amsterdam heeft zeer recent aangekondigd, wij gaan circulair worden tegen 2050. Heeft grote ambities naar 2030 al. En dus we zullen zien wat dat gaat worden, maar ik zie eigenlijk meer het initiatief komen vanuit grote steden, die ook natuurlijk een klein beetje vanuit city marketing perspectief die grote ambities loslaten op de wereld. Iedereen kijkt daarna, iedereen leert daarvan en natuurlijk komt er ook zo meer druk wat betreft andere steden en natuurlijk het beleid op andere niveaus. Hè. Dus wat wil ik hiermee gewoon zeggen? We moeten misschien niet altijd wachten op wat gebeurt binnen de VN of binnen de Europese Unie, maar ik zie gewoonweg dat in landen waar steden en gemeenten genoeg fiscale middelen krijgen, dat die natuurlijk genoeg eigen ideeën hebben om dus echt te werken aan verbetering van de levenskwaliteit en tegelijkertijd ook een antwoord bieden op heel wat klimaatuitdagingen en andere ecologische uitdagingen. Moet je ook niet vertellen dat natuurlijk de luchtkwaliteit ook sterk verbetert als je kan groenzones ontwikkelen in je steden. Je hebt trouwens meer en meer analyses die aantonen dat als je kan werken met bepaalde mossoorten, dat je enorm veel fijnstof kan halen uit de atmosfeer ook. Hè. Dus je kan daar echt wel, kan ik zeggen, maatwerk afleveren. Dus we leren meer en meer begrijpen dat je eigenlijk kan op deze manier vele ambities waarmaken. Die dus, ja, als je de baten optelt over diverse dimensies, dan natuurlijk de kosten-batenanalyse plotseling anders eigenlijk aan het uitklaren is. Hè. Ik zie ook een vraag passeren over de Franse plannen wat betreft de luchtvaart. Hè. Men wil daar echt onderzoek gaan stimuleren om die vliegtuigen zuiniger te maken. Dat klopt, hè, maar niet vergeten, dit onderzoek loopt eigenlijk al een behoorlijke tijd. Wat kan je doen om een vliegtuig zuiniger te maken, een vliegtuig lichter maken? En dus daarom gebruikt men koolstofvezels in toenemende mate, maar dat gaat enorm ver. Hè? Omdat natuurlijk, we mogen nooit denken dat de mensen die werken in de luchtvaartindustrie niet zelf kunnen denken. Die weten natuurlijk ook hoe zwaarder een vliegtuig, hoe hoger die brandstoffactuur. Dus je hebt eigenlijk al, bij wijze van spreken, een volle eeuw
een zoektocht naar lichte materialen om die brandstoffactuur te kunnen drukken. Hè. Dus niet vergeten dat natuurlijk lang geleden zuinigheid een voorwaarde was om simpelweg de oceaan te kunnen oversteken. Hè. Je kan moeilijk gaan bijtanken in het midden van de oceaan. En dus uiteindelijk, er zijn wat dat betreft denk ik weinig laaghangende vruchten. Elke vliegtuigbouwer die zoekt al decennia lang naar de betaalbare materialen om echt gewichtsbesparing mogelijk te maken. Dat gaat enorm ver. Hè. Men denkt echt na over zelfs de kabels die liggen in die vliegtuigen. Men denkt na over de zetels in vliegtuigen enzovoort enzovoort. En dus oké, er kan zeker en vast nog wel iets gebeuren met geavanceerde materialen, met misschien betere designs. Volledig mee akkoord. Maar dan heb je natuurlijk daarnaast nog eens de piste van biobrandstoffen. Je kan natuurlijk ook denken aan het bijmengen van biobrandstoffen voor vliegtuigmotoren. We mengen natuurlijk al lang bij wat betreft automotoren. Hè. Iedereen van ons rijdt voor een stuk ecologisch, hè, omdat als u diesel of benzine tankt, wordt een zeker percentage biobrandstof bijgemengd. Hè. En dus, ik ben helemaal geen ingenieur die dat soort zaken mooi kan kaderen, maar een paar mensen zeggen dat bijmengen minder evident is voor vliegtuigmotoren. Maar waarom dat moeilijker is, ik kan daar geen technische uitleg over geven. Dus men werkt eraan, het is geen nieuw idee, het is zeker en vast een verdienstelijk idee. Maar dan lees ik toch dikwijls dat simpelweg misschien die biofuels wat meer interessant zouden kunnen zijn. Misschien voor een deel van de scheepsvaart. Hè. Daar heb je wat meer ruwere motoren die wat minder gevoelig gaan misschien reageren op wat je eventueel zou bijmengen voor de verbranding. Hè. Dan heb je natuurlijk nog een andere piste, namelijk elektrisch vliegen. Daar werd natuurlijk hard mee gelachen tot pakweg 5 jaar terug. Maar nu heb je natuurlijk ook wat meer ernstige pogingen om elektrisch te gaan vliegen. Dat kan zeker en vast werken op korte trajecten. Dat is nu vrij duidelijk aan het worden. Maar natuurlijk, ja, de luchtvaartsector is een massa sector geworden. Daar is denk ik weinig discussie over. Elk jaar, door die normale jaren, worden een paar miljard vliegtuigtickets geboekt. Hè? Niet miljoen, maar een paar miljard. En natuurlijk, al die mensen gaan deels elektrisch laten vliegen. Dat lijkt me niet direct aan de orde voor de eerste decennia. Hè? Maar we kunnen natuurlijk fors naast zijn. Ik denk persoonlijk dat we moeten kijken naar optimale benutting van de infrastructuur die er is en die erbij komt. Hè? En als je dus voor korte trajecten al een goede treinverbinding hebt, of die komt er heel spoedig aan, dan lijkt het me vrij absurd om tegelijkertijd een vliegtuig te laten vliegen tussen die twee steden, als je makkelijker kan raken met de trein, of met een ecologische bus, of op andere manieren. Dus terug, ik zou eerder pleiten voor lange afstandsvluchten als core business. Dat hebben we echt absoluut nodig. Hè. We kunnen moeilijk zeggen, we gaan stoppen met lange afstandsvluchten, omwille van wat er is misgelopen de afgelopen jaren, moeten we zeker en vast die sector overeind houden. En dan moeten we wel bepaalde keuzes maken. Hè. Maar dus inderdaad, het gewicht van een vliegtuig is de cruciale factor. Hè. Dan natuurlijk vraag je over Brussels Airlines specifiek. Moeten we Brussels Airlines steunen omdat dit eigenlijk een deel is van een Duits bedrijf? Heel terechte vraag. Hè. Dus inderdaad, Lufthansa is eigenaar van Brussels Airlines. En natuurlijk, als wij, zijn de Belgische belastingbetaler, Brussels Airlines steunen, dan steunen we eigenlijk Lufthansa. Je zou kunnen zeggen, ja, maar dan moeten de Duitsers dan maar zelf oplossen. Hè. Nu, de Duitsers zijn daar ook mee bezig. En ik denk dat vandaag de Europese Commissie het plan voor Lufthansa heeft goedgekeurd. Maar natuurlijk, ja, dit is ook een verhaal van samenwerking. Als België, laten we zeggen, het been hard zou houden en zeggen, Brussels Airlines, vergeet dat maar, dan geef je natuurlijk aan Lufthansa een heel sterk argument om effectief Brussels Airlines te elimineren vanuit een optimalisatiestrategie. En de vraag is dan ook, worden we daar nu echt zoveel beter van als land, hè? Want niet vergeten, als Brussels Airlines zou verdwijnen, dan heb je waarschijnlijk ook een grote impact op de luchthaven zelf. Het gaat niet alleen over die piloten en steward jobs, maar het gaat eigenlijk ook over gans die indirecte bewerkstelling erbij hoort. Je zou kunnen zeggen, ach, niks van aantrekken, want als
Brussels Airlines weg is, komt er wel natuurlijk een andere luchtvaartmaatschappij. Brussel blijft natuurlijk een heel populaire bestemming of knooppunt. Dat kan best zijn, maar dat kan ook wel een tijdje duren. En wat dat betreft zou ik eerder zeggen van kijk, gewoonweg die luchtvaartmaatschappij volledig laten vallen, dat lijkt me niet echt op dit moment de beste zet. Men moet natuurlijk wel van Lufthansa ergens een garantie afdwingen. Je kan dat moeilijk afdwingen. Je moet rekenen op natuurlijk het uitklaren van de hemel wat betreft. En je moet ook rekenen op goodwill. En dus makkelijk gezegd en moeilijk af te dwingen. Hè. En ik herinner me ook in een ver verleden dat er nogal eens heel wat werd verwacht van de overnemers van het vroegere Sabena. Veel beloftes zijn toen gemaakt geweest en die bleken allesbehalve nageleefd te worden. Denk aan Swiss Air en aanverwante verhalen natuurlijk. Hè. Dan zie ik ook nog een vraag passeren over de mogelijkheid om nieuwe belastingen in te voeren op het Europese niveau. En de auteur vermeldt de digitale tax of een tax op financiële transacties. Dank u voor die zeer interessante vraag. De digitale tax is in mijn ogen echt wel een element dat we toch moeten ernstig nemen. Maar natuurlijk, dit moet effectief gebeuren op het Europese niveau. Dit is niet makkelijk, omdat natuurlijk een digitale tax is, of je dat nu wilt erkennen of niet, is eigenlijk een belasting op Amerikaanse internetplatforms. Hè. Dus je komt heel snel terecht in een soort handelsoorlogsatmosfeer, hoewel het in mijn ogen ook economisch te beargumenteren valt, omdat we natuurlijk moeten werken of nadenken over de impact van het online aankopen op, laten we zeggen, het weefsel in onze steden en buiten onze steden wat betreft fysieke retail. Hè. En dus uiteindelijk is het zo dat die grote bedrijven, die grote platformbedrijven, die zijn niet alleen natuurlijk zeer efficiënt, maar die zijn ook bezig met de opbouw van een machtspositie die in mijn ogen nooit kansen bieden aan jonge opstartbedrijven. Hè. Die gaan echt hun machtspositie hard consolideren, wat nu eigenlijk gebeurt. En dus, ik ben niet tegen een bedrijf zoals Amazon. Ik koop daar ook af en toe dingen bij. Ik kan ook best leven met bol.com en met Google en noem maar op. Hè. Maar uiteindelijk, die bedrijven zijn zo machtig, die zitten nu al volop artificiële intelligentie in om hun klanten nog beter te leren kennen, nog beter te kunnen prikkelen en dat soort zaken. Die verkopen ook klantenprofielen. Lees je meer en meer en uiteindelijk is er hier toch wel een grote impact op hoe wij simpelweg ons dagelijks leven organiseren. En dus Europa moet nadenken over nieuwe fiscale bronnen. Die bedrijven betalen ook natuurlijk niet echt de belasting zoals die betaald wordt door de bakker om de hoek. En dus je moet wel zeker en vast kijken naar hoe je de economie wil laten omgaan met die nieuwe digitale realiteiten. Dus ik ben daar, dus onder andere de Europese Commissie heeft bij de presentatie van het Next Generation herstelplan, een paar weken terug, een groot herstelplan ten belopen van 750 miljard euro, heeft geopperd dat onder andere een digitale tax zou kunnen worden ingevoerd als financiering van deze zeer grote uitgaven. Dus ik ben deze idee wel genegen, alleen het wordt natuurlijk maatwerk om dit niet te laten escaleren tot een soort handelsconflict, waar vooral die meneer aan de overkant, die in het Witte Huis woont, snel gaat op reageren, vrees ik eigenlijk. Hè. Dus we moeten dat echt kunnen framen vanuit maatschappelijke meerwaarden, vanuit wat willen we beschermen als Europa? Waar willen we naartoe met onze maatschappij? En niet gewoon, het mag niet overkomen als een soort strafbelasting op succesvolle Amerikaanse bedrijven. Dan gaan we natuurlijk gegarandeerd veel problemen hebben. Dan de belasting op financiële transacties is ook geen nieuw idee. Ik denk dan spontaan aan de Tobin tax proposals van eigenlijk ja, al decennia terug. Blijkt enorm moeilijk te zijn, maar dat komt natuurlijk omdat je hebt heel veel effectieve lobbyisten die werken rond dat soort dossiers. Hè. En dus ik denk dat hier toch wel een soort berusting is ingetreden in de Europese Unie. Er was veel enthousiasme, ook bij Nobelprijswinnaars, over de financiële transactietax in de afgelopen decennia, maar het blijkt enorm moeilijk om die zaken te gaan doen. Als men dan toch zo'n tax invoert, wat ook in een paar landen effectief is gebeurd, is dat eigenlijk een zeer beperkte tax die alleen zich richt naar enorm speculatieve bewegingen
die bij wijze van spreken zich afspelen binnen het uur. Hè. Je koopt en je verkoopt en je gaat terugkopen en terugverkopen. Dat soort zeer rare dingen. Oké, dat zal wel gebeuren door algoritmes. Hè. Maar laten we zeggen, dit is maar een klein deel van de markt. En je zou natuurlijk liever een heel beperkte tax zien, maar die gans de markt dekt. Hè. Dan gaat die tax ook geld opbrengen. Als je die zo gaat definiëren, dat die maar, laten we zeggen, een niche van een niche effectief gaat bestrijken, dan heb je dus heel weinig fiscale impact. Ook niet vergeten, vanuit economisch oogpunt moet elke belasting die je invoert op zijn minst meer opbrengen dan ze kost. En dus een zeer afgebakende, enge belasting die weinig impact heeft, is eigenlijk dikwijls tijdverlies. Je zou beter misschien een veel lagere belasting algemeen proberen in te voeren. Dat gaat waarschijnlijk aan het eind van de rit meer opbrengen, ook omdat er veel minder oppositie gaat komen. Dus dat is zeker en vast ook een element. Dan de evolutie van, laten we zeggen, het feit dat we dus in België nog altijd geen regering hebben, komt ook natuurlijk af en toe op de proppen, omdat natuurlijk, het is makkelijk om te zeggen, we moeten gaan hervormen. Als je niet eens in dit land blijkbaar kan een regering vormen. Ik ben me daar ook wel van bewust hè, dat dat effectief een groot probleem is. Maar natuurlijk, als je kijkt naar landen die effectief succesvol hebben hervormd, hè, dit heeft daar ook dikwijls heel veel tijd gekost. Hè. Dit was ook geen makkelijk verhaal. Dat komt misschien achteraf zo over, van kijk, men had daar goede ideeën, die zijn uitgevoerd geweest. Dit was ook lang sleuren en trekken. Nu, zoals ik heb gezegd een tijdje geleden, maar ik ga wel ernstig over mijn tijd, zie ik. Ik ga dus ook stilaan een klein beetje beginnen af te ronden. Er is al heel veel voorbereidend werk gebeurd in ons land, wat betreft fiscale hervormingen, pensioenhervormingen. We moeten niet van nul beginnen. We weten eigenlijk wel wat een paar opties zijn. Die zijn ook al dikwijls doorgerekend, natuurlijk in een pre-corona-realiteit. Dat gaat natuurlijk een beetje anders zijn de komende jaren. Maar dus we moeten niet vertrekken van nul. En natuurlijk, de vraag is nu, is er urgentie? Wel, ik denk dat er nu op zijn minst veel meer urgentie is dan pakweg x maanden terug. Hoe komt dat? Iedereen zegt nu, ook minister zelf, ons systeem werkt niet. Ik heb het ook gelezen in een paar interviews. En als je dan kijkt naar onze gezondheidszorg met onze 9 excellenties, met allemaal een bevoegdheid, iedereen zegt, dit werkt absoluut niet. Wij moeten echt met een blanco blad bij wijze van spreken beginnen een betere structuur uit te werken. Daar is eigenlijk geen discussie meer over. En ik kan me dus niet inbeelden dat er komt gegarandeerd een nieuwe regering in dit land, ik weet ook niet wanneer, maar dat deze nieuwe regering plotseling gaat vergeten dat in de maanden april en mei iedereen zegt, er loopt hier enorm veel verkeerd, we moeten echt structureel zaken anders gaan aanpakken. Die regering kan dat niet vergeten hebben, want de mensen aan tafel gaan zelf die uitspraken gedaan hebben. En dus uiteindelijk, ieder van ons heeft bij wijze van spreken als missie ergens het geheugen fris te houden bij onze beleidsmakers en ze te confronteren met die bekentenis die dus wel hervormingen, wat we zeggen, uitlokt. Hè. We moeten druk uitvoeren waar mogelijk om toch ook wel verbeteringen te zien die ons land ten goede komen en die ook onze economie meer slagkracht kan opleveren op middellange termijn en hopelijk ook op korte termijn. Goed, ik ben fameus over tijd gegaan. Dat komt een stukje door die vragen. Ik dank u voor het lossen van die vragen. Ik ga het hierbij houden. Ik wil u nog eens bedanken voor uw aandacht. En ik heb dus 2 thema's behandeld van het boek. En ik hoop u ooit nog bij andere evenementen van Itinera hopelijk terug in live omstandigheden, in normale omstandigheden, te kunnen begroeten. En ik wens u nog een fijne vrijdagnamiddag en een prettig weekend. Tot een volgende gelegenheid.